Hey, hallo, ik ben Enzo. Oma, ik had eigenlijk een goede vraag voor jou. Hoe was het vroeger toen jij klein was? Deed je dan speciale dingen of niet? Of speelde jij met iets speciaals? Of sneeuwde het toen nog? Dat wil ik eigenlijk allemaal wel eens graag weten eigenlijk van jou. Toen ik nog zo jong was als jou. 10 jaar, dan weet ik nog heel goed. Toen sneeuwde het nog op kerstmis. Toen konden we nog veeballetjes gooien met sneeuw en zo. Dat hebben we allemaal gedaan. Sneeuwballen, gevechten, met de slee naar school. Ja, dat deden we allemaal. Wij speelden toen ook nog verstoppertje. Toen waren er nog geen gsm's zo lekker nu voor op TikTok, YouTube te gaan namelijk. Wat er ook niet was, dat was heel veel dingen zijn natuurlijk nu nieuw. Tegenwoordig kan je zelf je gsm aan de wc houden en je weet wat dat gemankeerd. Dat konden wij vroeger niet. Vroeger moesten wij naar een dokter gaan om te vragen wat er aan de hand is. En dan werd u onderzocht. Nu kan het allemaal via de app. Dat kan allemaal tegenwoordig. Vroeger speelden wij ook tikkertje. Ik was altijd de tikker, want ja, ik was zo rap getikt, tik, 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 tik. Je ziet het nog steeds aan mij, ik ben nog steeds getikt. En ja, wij helpen ons ouders, wij hadden respect voor ons ouders. Ik werkte samen met mijn mama en papa in de winkel, die hadden een kraampje op de markt. En dan gingen wij mee naar Antwerpen en dan gingen wij daar schorten verkopen, zakdoeken en allemaal. Dat deden wij allemaal en daar was niet verkeerd mee. En dat was echt heel plezant dat je dat ging doen. Want wij stonden graag in Antwerpen en ja, dat was onze stad. Een beetje, ook Sinterklaas stonden wij vaak op de markt. En ja, dat vonden wij altijd heel leuk om te doen. Wat ik ook heel leuk vind trouwens, dat was toen dat we nog met de knikkers speelden. Je kent dat wel van die kleine bolletjes, zo ting, ting, ting. Te doen, als oma ze nog eens vindt, zal oma ze eens laten zien. Maar ik denk niet dat oma ze nog weet zijn. Ja, oma slaat ook al een beetje af. Oma is ook al oud, hè? Ja, oma is nu 70 jaar. 70 jaar al. Ja, 70 jaar. Dus dat gaat allemaal niet meer zo gemakkelijk, hè? Om het allemaal nog te weten waar alles staat. En ja. Dat zijn zo wat de dingen die wij altijd speelden samen. En wij speelden ook met de poppetjes. Allee, ja, ik moest eigenlijk nooit een pop hebben zitten. Maar ja, ik kreeg ieder jaar een pop van Sinterklaas. Ieder jaar! Ja, Sinterklaas, die kwam ook nog. Dat was ook met zijn Pieter samen. En ja, dat zaten wel zo schoon en alles allemaal. En de kerstman en zo, de boom. We hadden ook nog kerstmarkten en zo. Ja, eigenlijk van alles in mijn tijd. In mijn tijd was alles goed, hè, jongen. Dan was alles heel goed. Ja, daar kunnen we nog veel van leren allemaal, hè. Want nu is het allemaal computer, gsm. Wist ik zeg het, als ik zit aan gsm, maar wist zeker je weet of dat je snapt het wel. En ja, dat zijn allemaal dingen die ik vroeger allemaal heb gedaan, hè, jongen. Verstaat ik, hè. Vertel je dan, kijk wat je allemaal tegenwoordig doet. Goh, Brendan. Ik ben nu zo lekker met mijn Peter. Mijn Peter die vroeger altijd YouTube op. Ja, maakte video's op YouTube vlogs. En dat doe ik nu ook. Ik heb een beetje zijn hobby overgenomen eigenlijk. Ik plaats allemaal filmpjes die hij niet mocht plaatsen. Zo van toen ik een baby was. Ja, ik vond dat echt wel super leuk eigenlijk allemaal. Mijn Peter filmde mij ook altijd. En ik ben er ook een beetje voor in de wieg gelegd om dat ook allemaal te doen. Ik zit ook nog altijd op TikTok. Ik doe daar ook allemaal nog filmpjes. Ik maak ook graag filmpjes met mijn oma. Zoals mijn oma ook vertelde, dat ik ook inderdaad, als wij ziek zijn, wij kunnen gewoon als een vinger aan de gsm houden. En dan komt daarop van, ja, je moet hulp zoeken of niet. En dat is nu allemaal niet meer. Dus dat hebben wij ook allemaal. En dus dat doe ik ook allemaal, ook nog met mijn Peter. Met mijn Peter doe ik ook heel veel dingen, maar met oma ook heel veel. Wij spelen samen, wij doen ook samen gamen. Ik ben wel blij dat mijn oma ook zoveel van YouTube houdt en filmpjes maken, want dat vind ik echt wel heel leuk om te doen. Wat ik ook allemaal zo doe, is eigenlijk gewoon me amuseren op school. Wij doen dat tegenwoordig, gaan we één dag naar school. En voor de rest doen we eigenlijk online les via webcam. En onze vrienden zitten ook meestal op webcam. Die zien wij heel vaak op de web.
Dus dat zijn dingen allemaal die wij nog allemaal, dat doen we allemaal een beetje eigenlijk. Ja, wij doen ook duo-lives op TikTok met z'n vieren. Dat is een beetje mijn sociaal contact eigenlijk. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Doe dan zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zien we elkaar snel weer terug. En als je nog meer video's van mijn oma wilt zien, doe dan zeker een duim omhoog. En vergeet niet te abonneren.